Maar dat doe je als Surinamer, je gaat de wijken in. En ik heb, in elke week heb ik iemand gevraagd, geef me nou één ding wat jij vindt van Annemarie, wat ze goed heeft gedaan. En voor alles wat je hebt gedaan, kreeg je dus één veer. En die veren mag je in een mooie vaas zetten op je bureau in de Eerste Kamer. Ik begin met de eerste. Ik ga niet zeggen uit welke weken ze komen, anders gaan de weken worden overgeslagen. We weten hoe dat gaat hier. En dan krijgen we weer kamervragen en zo. Dus we beginnen met de eerste. En de eerste was die woorde, dat is dat als minister heeft ze haar waardevolle netwerk meegenomen en ingezet ten behoeve van de stad. Alles wat ze in haar vermogen had, heeft ze altijd gedaan om Almere beter te maken. En dat vond ik absoluut één veertje waard. Volgende veertje, Annemarie, ik hoop dat je genoeg plek hebt. Een ware ambassadeur van haar stad. Altijd als ze een gesprek begint, elders, maakt niet uit waar, in de tweede of de derde zin valt het woord Almere. Dat heeft ze tot zo'n kunst verheven. Van, hi, ik ben Annemarie, ja, ik kom uit Almere. Of, hi, ik ben Annemarie, nou, in Almere doe het anders. Hi, ik ben Annemarie, weet je wat in Almere gebeurt? Is laatst zeker altijd over Almere. En als Almere zo vaak genoemd wordt, dan weet je gewoon dat je de leukste stad van Nederland wordt. Ook daarvoor een veertje. Volgende veer. Als burgemeester van de snelst groeiende gemeente heeft ze zich vooral ingezet voor de ontsluiting van de stad. En dan voel ik ontsluiting dat het bereikbaar is, hè? En ik zie al zwangere vrouwen kijken, oh god, komt er weer eentje aan? Nee. Voor de ontsluiting van alle snelwegen rondom Almere worden op dit moment aangepakt. Heeft het gemerkt, het is een beetje verwarrend, het is een beetje een rommeltje. Maar ik kan u één ding garanderen, dat over een paar jaren alle wegen leiden naar Almere. En ook daarvoor danken wij Annemarie. Een van de mooiste veertjes, dat is die rode veer. Die komt van een mevrouw, die ga ik wel noemen, die komt uit de Stedenwijk, oom mevrouw, en die zei, ze heeft altijd met heel veel plezier bezoekjes gebracht aan Almeerders die iets speciaals te vieren hadden. Altijd oprecht geïnteresseerd in haar burgers. Een journalist vroeg er een keer van, heeft u wel tijd voor al die onzin? Toen zei ze, onzin? Zoals Annemarie dat al eerder zei, dit zijn mijn burgers en daar maak ik tijd voor. En zoals altijd oprecht geïnteresseerd. Lieve burgermoeder, de rode veer is voor die bestemd. Dankjewel. Dan heb ik nog, even kijken, nog twee. De een voor de laatste, dat is de witte veer. Die zegt, Annemarie heeft de stad veiliger gemaakt. Minder overvallen en minder inbraken. Niet bij ons in de buurt, maar de rest van Almere doet het wel heel goed. Annemarie, je hebt er echt op toegezien en je geeft jezelf niet genoeg krediet. Je zegt altijd, ja, je doet het samen met de burgers. Maar de burgers zorgen ervoor dat de stad veiliger wordt. Maar jij hebt wel aan het roer gezeten van al die acties om alert te zijn bij inbraken. En daar dank ik je heel hartelijk voor. En er heb ik eentje hier, die vond ik heel kort en kort over. Iemand zei echt gewoon, Annemarie heeft Almere op de kaart gezet. Dat vind ik ook waar, dat is een pluimpje waar. Dus ook daar kreeg ik gewoon een veer voor. En dan heb ik nog één veer, die is van mezelf. En die wil ik toch even zeggen, Annemarie, je gaat, maar je laat ons wel achter met de Surinamer. En daar dank ik je heel hartelijk voor. Dank u wel. Ja, we krijgen meneer Weerwind. We hebben het weer water, hebben we al. Krijgen we weer wind. En hopelijk, weer gewoon Almere zoals Annemarie ook deed. Dus hij wordt onze nieuwe 007.